Hoofdstuk 5. Extruder, montage. Daarvoor hebben we nodig de extruder heatsink. Dat is dit apparaat. We hebben de sensor nodig. Dat is zeer, zeer gevoelig. We hebben nodig, ik heb het even hier nog. Ik weet niet of het goed te zien is. Dat is een kogeltje, een drukveertje en een boutje M 2,5 × 6. En dan deze houder waar deze drie onderdelen in moeten. Dan hebben we nog een magneet nodig. Ik heb dat even hierin gelaten, maar het zijn een hele kleine magneetjes van 3 × 3 mm. Voor de rest tang, stift, twee Torx Embus, twee Torx sleuteltjes en Embus sleutel 1,5 en 2,5, geloof ik. Ja. Nou, dan gaan we verder. Dit is dan stap 2, de onderdelenlijst. Stap 3 is dus het assembleren van het filamentsensor. Het is de bedoeling dat de filamentsensor geplaatst wordt. Deze geplaatst wordt in deze sleuf. Voorzichtig handelen. Zo. Dus op deze wijze. Op deze wijze wordt die filamentsensor erin gelegd. Het zit met één boutje vast. Daar. Was 2,5. Nou, dit is zeer gevoelig, deze sensor. Dat is inderdaad wat ik al zei voor het filament. Ik heb de verkeerde in, dus. Als het 2 mm zijn. Zo. Nou, dat is zeer gevoelig, dus voorzichtig vastzetten. Is dit nou Torx? Dat is een Torx. Vast is vast. Nou, dat is dan stap 3. Het eerste deel van het monteren van de filamentsensor. Dan gaan we nu het veertje en het kogeltje in een magneetje plaatsen. Ik doe het gewoon even in het bakje voordat het wegvalt. Nou, op deze wijze moet het. Kom jongen. Kogeltje, magneet, veertje. En dan moet hij. Moet het hier ingeplaatst worden. Dan gaan we verder met stap 4. Dan moet het geplaatst worden. Deze gleuf hier. Klik. En nu zit hij vast. Dit is dus stap 4. We gaan verder met stap 5. Dan hebben we weer andere onderdelen nodig. Dan zal ik die ook even pakken. Voor de volgende stap, dat is stap 5, hebben we nodig idler lever. Lever, idler lever B en idler lever A. Een M3×6 hebben we nodig. En we hebben nodig twee lagertjes, de 693 2RS. We hebben nodig een buisje, een afstandhouder, afstandsbuisje, een gaatje.
en 2 paspennetjes. 2,9 bij 8,5 mm lang. Dan kunnen we verder met het plaatsen. Ja, dat is deel 1. En dan krijgen we deel 2. Dat is deze zijde. Dat moet dan geplaatst worden. Vast is vast. Nou, ze rollen ook nog. Waar moet dat dan? Dit is voor het filament, dat kunststof, dat moet hier langs. Oh. Een soort glijder. Ah, ik snap het. Komt dan ergens hier. Nou, geweldig werk. Dat is dus stap 6. Dan gaan we nu verder met de volgende stap. Het assembleren van de extruder. Nou, ik ga eerst de boven zoeken. Onderdelen bij elkaar. We hebben nog een stappenmotor. Dat is van de extruder. Die hebben we nodig. Deze blauwe is een ring, PG-ring, zoals men het noemt. Er zijn fijne vertandingen in. We hebben nodig deze planetentandwielen. Afdekkapje. Original cruiser. We hebben de main plate. En dan hebben we deze, een adapter voor planetenaandrijving. Dus dat is de adapter voor. En we hebben nog nodig. En 3x25 hebben we nodig, 3 stuks. Nou, en een beetje vet hebben we ook nog nodig. Maar goed, dat ligt hier op de zijkant. Nou, dan begin ik met stap 9, het assembleren van de extruder. Tenminste, van deze koelelement, warmtelement, koelelement. Met de stappenmotor. Nou, dit moet ik dan zo gemonteerd worden, maar ja, dat gaat niet. Dan moet ik even iets onderleggen. Zo. En dan hebben we nodig. Dan hebben we eerst nodig dit. Planetenaandrijving. Daarvoor hebben we nodig deze hulpmiddel. Zo, en dan gaat die uitsparingen, die twee kleine komen daarop. Zo. Kijk, dit gaat zo. Nu gaan we het even anders doen, dat ik heb. Lezen. Ik ga deze eroverheen. Vlak hiermee liggen. Het moet vlak liggen met dit kunststof. Dan kan hij daarop gemonteerd worden. Zo. Ja, is te zien. Ja, het is een beetje lastig.
wezen. Zo, hij zit eindelijk. Nou, het is echt een beetje wrikken, een beetje frutselen. Maar eindelijk is het gegaan zoals het hoort te gaan. Nou, dan kunnen we deze topje eraf halen. Kijk, dan kun je zien. Dan zit hij er helemaal mooi in. Voorzichtig vasthouden dat hij niet uitvalt. Weer overnieuw beginnen. Dan hebben wij het volgende stap, stap 14, hebben we deze nodig. Die moet daar onder gemonteerd worden. Dat is waarschijnlijk voor het. Dat is het filamentgeleider. Dus de stelschroef, die gaat hierdoor vastzetten. Dat. Nou, en dan is een klein, zorg voor een klein beetje vet aan de proezenvet op de PG-ring en de asblaas en op de planetaire tandwieltjes. Nou, dan kan het resterende deel. Zijkant eraf. Dan moeten we deze kapje plaatsen. Eens even kijken. Zo. Plaatsen. En zo moet hij geplaatst worden. Dan kunnen we de drie schroefjes doen. En 3x25. Nou, eerst maar even hand vast. Dan hebben we stap 15 gehad. Dan zit de extrude voor zover in elkaar. Dan ga ik verder met stap 16. Ik moet eerst weer onderdelen bij elkaar zoeken. Dus dat ga ik eerst maar weer doen. Onderdelen bij elkaar gezocht. Groen is de Idler Swivel. Daar hebben we er twee van. Twee stuks. Idler Nut. We hebben een 2 keer M330 M-bus. We hebben een 2 keer M320 Torx. Twee veertjes, 15x5. Twee borgmoertjes M3. En een afstandsbusje. Nou, dit is stap 17. Beginnen we met het plaatsen van deze afstandbusje, komt daarin. Nou, dus een kwestie van even vastzetten. Even een gereedschap pakken. Nou, dan moeten we hier de grote spul maar gebruiken. Dit is hem. Dan gaan we dat met een torxje. Deze. Vastzetten. Ietsjes te vast, maar een beetje speling in zitten, beweegbaar zijn, klein stukje. Zo, dat gaat soepel. Nou, dat is dus stap 18, assembling the idler nut. Gaan we verder naar stap 19. Mounting the Idler Swivel Assembly. Dus we hebben deze stappenmotor nodig en deze twee
inbusbouten plus 2 veren. Die veren komen over iedere inbusbout. En dus hier, even de kabel naar beneden. Daar komen de twee bordjes met veren in. Kunnen er los in. Dan hebben we nodig. Even kijken. Zoals de beschrijving aangeeft, komt deze zo. En er zit draad in. Kan je gewoon indraaien. Zit hij. Ja, dit is de houder. Dat is een beetje, kun je inderdaad de spanning hiermee inregelen. Nou, deze een beetje terug. Nou, ik heb eerst mijn lineaal. Ik heb eerst mijn minimaal aangedraaid. Nou, dat is ook een stap afgehandeld. Stap 19 was dit. Inmiddels is het de volgende dag. Ik was gebleven bij stap 20. Inmiddels heb ik de onderdeel nog gezocht. Daarvoor heb ik nodig deze NTC thermistor 90 mm. Twee van die schroeven. En daarnaast heb ik nog drie M6x10 en een M. Dus een M3 stelschroefje. Nou, dan gaan we verder met assembleren. Overnieuw, stap 21. De NTC moet in dit gaatje. En dan hebben we dat kleine M3 stelschroefje nodig. Dat is een. Te vast, zit gewoon lekker vast. En stap 21. Dan hebben we nog de twee aandraaimoeren. Komen hier. Nou, dan is dit element verder. Ik steek er een beetje uit, zo'n ietsjes naar binnen doen. Dan gaan we verder met stap 22. Dan moeten we de extruder monteren. Dan is de bedoeling dat deze achterzijde daar tegenaan komt. Kabeltje een beetje naar beneden buigen. Dan kan deze zo geplaatst worden. En dan hebben we de 3x10 nodig. Keren. Nu verder naar stap 23. Dat is alles verbinden met het stuurplaatje. Deze kabel die moet hier, is goed te zien, zo een beetje draaien. Deze kabel moet hier achter langs geleid worden. Nu gaan we eerst verder met de ventilator.
Stap 24. Daarvoor heb ik nodig een ventilator. Plus 3 keer 18. De ventilator moet gewoon daar geplaatst worden. Dus ik ga deze nog even aandraaien. Dat het vast is. En dan gaat de ventilator moet dan zo geplaatst worden. Screws gently, but firmly. Zo, niet te vast, want het is kunststof. En dan gaan de kabels weer draaien. De kabel moet dan ook daar langs. Die gaat hier tussendoor, tussen die twee. Tussen deze beide duimschroeven achterlangs en dan komt hij hier uit. Dan moet het straks vastgezet worden. Dan moet deze kabel, deze die ik net geplaatst heb van de ventilator, komt in het onderste slotje. Dan gaan we verder met de verwarmingsnozzel. Hot end. Twee connectors aan. Die moeten geplaatst worden. Hot end komt daar onderin. Zo even doen. De bekabeling aan de linkerzijde. En dan kun je het gewoon vastzetten met deze duimschroeven. Zo. En dan is het gewoon een kwestie van omhoog duwen tot het niet verder gaat. En dan vastzetten met deze duimschroef. Eens even kijken waar die bekabeling wordt. Dat is een beetje onduidelijk. Die gaan daar helemaal achterlangs. Zo, dan moet de hot end iets gedraaid worden, dat het teken naar voren komt. Is het een kwestie van vastzetten. Deze zwarte, deze kabel komt hier op de zijkant erin. Dus daar. Dat even doen. Kijk. Die zit vast. Deze andere kabel. Die zou volgens de beschrijvingen in de bovenste moeten, dus in deze. Daarin moet. Zo, die komt daarin. Goed doen. Zo. Zo, die klik zit. En dan komt deze hot end aan de bovenzijde. Dan heb je het tangetje paar. Dat is net zo makkelijk. Zo, dan is dit de hot end. Even een check. De hot end kabel is die en die. Deze is van de ventilator. Ja. Dan gaan we nu verder met het deurtje van de ventilator. Ik zal even de boel weer bij elkaar zoeken. Ik heb de onderdelen bij elkaar gezocht, dus dat is stap 29. 1 keer M3 x 30, 2
2 keer M3 maal 10. En 2 keer M3 maal 6. Dan hebben we dan nodig magneten. 2062. De ventilator, printventilator. Met een fanshroud. De lucht af te voeren. En dan de deur. De ventilatordeur. Goed, met de magneet heb ik even een zwarte stip gezet. De zwarte stippen tegen elkaar aan, dat is, zijn de polen. Plus en min. Die aantrekkende kracht. Dan plaats ik deze nu in de fan hier. Ja, zo. Die zit. Beetje nadrukken. Dat is dan stap 1. Dan gaan we de ventilator even de achteruit zetten. Zo. Een beetje. Zo. Dan gaan we de ventilator zo doorvoeren. Met daar de bekabeling moet door dit gleufje. De bekabeling zit nu. En dan gaan we deze fan omklappen. Zo. Die zit er mooi in. En dan kunnen we hem bevestigen. Met 2 M3x6 schroefjes in bus. Nou, de fan is zover klaar. Nu kunnen we het andere deel eraan bevestigen. Dus dit deel. Zo. Daarvoor hebben we nodig de M3x10. Vastzetten. Die gaan niet meer los. Nou, dat ziet er allemaal netjes uit nu. Dus dit deel geassembleerd. Dan gaat de magneet. Die moet dan daarop geplaatst worden. Zo. Dan moet de magneet. Daar magneet. Moet volgens de beschrijving daar geplaatst worden. Dus met... nou, dat gaat ook niet zo. 1, 2, 3. Makkelijk. Zo. Zo. Dan gaan we verder met... hij is helemaal eronder aan toegeschoven. Dan gaan we dit ventilator... het is even een kwestie van deze er nu in... schuiven. Zo. En dan tegen een magneetje aan. En dan kunnen we hier de laatste M3x30 bootje plaatsen. Zo. Nou, die hoeft niet helemaal vast, want de deur moet zo wel vrij bewegen. Goed. Nou, dat is dan stap 34. Nu is het tijd om de kabels te bevestigen. We beginnen dan eerst met de extruder motorkabel, dat is deze. Die komt hierin. Even kijken, zo, als het goed is. Ja. De loodcelkabel van de 3-inch.
deze loodstelkabel die komt dan hierin. Daar, op de bovenzijde. En deze gaat op de onderzijde. Klik. Goed, die kabels zijn allemaal bevestigd. Deurtjes vrij te bewegen. Dan moet deze kabel nog. Deze kabel van de ventilator. En in de middelste slot. Gaat heel mooi zo. Nou, dat is klaar. Einde van stap 37. Gaan we verder naar stap 38. Covering the loveboard parts preparation. Ga even weer onderdelen zoeken. Nou, onderdelen bij elkaar gezocht. Ik heb een loveboard cover. En loveboard cover right. Dan komen we hier over de achterover. En ik heb dus en 3x10 schroef nodig, 1 stuks. Deze loveboard beschermd kapje moet daar dus bevestigd worden met 1 en 3x10 boutje. Dus gaan we even de kabels een beetje plat tegenaan zetten. Tegenaan, zo, een beetje glijden. Dat is dus stap 39. Stap 40 is dan de andere beschermkapje. Deze. Daar geplaatst worden. Daar overheen geplaatst worden. Eens even kijken. Oh. Beetje opzij zo. Die ergens op vast en ik heb geen idee waar. Die heeft ook niets, die moet er tussendoor. Zo, dat is hem. Zo, nou. Die beweegt ook nog vrijelijk. Nou. Dat is dus stap 40. En dan gaan we nu de tandriem spannen. We gaan eerst deze even een beetje losdraaien. Dan hebben we een app op de telefoon. Of misschien app, er is een Prusa site. Prusa Belt Tuner. Pakken we de MK4, microfoon open, staat toe. En nu is het een kwestie van, ik weet niet hoe ver je het kunt zien, de wagen helemaal naar rechts. Nou, die zit op 80 hertz. In principe goed. In 80 hertz. Nou, dat blijft gewoon vast. Maar goed, mocht die niet goed zijn, dan kan je hierachter draaien. Hierachter zit een boutje tussen de tandriemen. Daar kan je mee strakker en losser zetten. Maar in dit geval is hij goed. Nou, na één keer een test. Zo. Nou, dan is dat voor zover gereed. Dan hebben we nog één stap. Testing de X-as belt. Dan is het tijd voor een paar gummibeertjes. En dan is hoofdstuk 5, extruder assembly, afgerond. En dan kunnen we verder met hoofdstuk 6,
het assembleren van het XLCD-scherm.